Go Ahead Eagles pakte slechts 1 punt uit de laatste 4 wedstrijden. Terwijl FC Den Bosch al 10 wedstrijden ongeslagen is. En dit is Mert. Stevens heeft hier alle geluk van de wereld. Maar in de rebound is het toch de openingsgoal voor FC Den Bosch. Jort van der Zanden scoort de 1-0. En Mert is toch wel een van de pareltjes dit seizoen op het middenveld bij FC Den Bosch. Overgekomen van Fortuna Sittard. Een middenvelder met overzicht. Want die kijkt. Ziet Stevens iets te ver voor de goal staan. De lat brengt dan redding voor de doelman van Go Ahead. Maar de nastoot is voor Van der Zanden omdat Schenk en Ketting niet opletten. Ja, Flemings. Een geplaagd trainer bij Go Ahead. Want krijgt hij het dolende Go Ahead nog op de rit? Krijgt hij daar de tijd voor van de nieuwe directie Lucht en de Vrome? Die zien dat Van der Zanden de 2-0 binnentikt. Jort van der Zanden, de spits van FC Den Bosch. 67 toeschouwers uit Deventer toch nog mee met hun club. Maar ja, Go Ahead van degradant tot figurant in de Jupiler League. Want na een half uur spelen is het dan al 3-0. Niek Vossenbelt. En zo is het een leidersweg. In de tweede helft houdt Go Ahead Eagles de schade beperkt. Omdat FC Den Bosch de gashendel niet te ver heeft ingedrukt. Maar Den Bosch krijgt er toch wat mogelijkheden. Ook zo vlak voor het einde van de wedstrijd. Dit is Verbeek. Verbeek die kijkt. En Mert met een schot. Verandert van richting door Schenk. Een goede reflex van Stevens. En in de nastoot gaat die bal nog naast. En zo wint Den Bosch met 3-0 afgetekend van Go Ahead. Dat een fletse indruk maakte. En hoeveel tijd krijgt hij? Leon Flemings, de trainer van Go Ahead.